Alle eenheden, code rood. Zoek de uitverkorenen. Wacht jij maar, Eren, tot ik jou te pakken krijg. Ooit, heel lang geleden, viel een gloeiende ster uit de lucht en veranderde in een steen. Volgens de legende bevindt er zich een mysterieus portaal in deze steen. Een toegangspoort tot een verre wereld vol wonderen en eindeloze schatten, beschermd door machtige bewakers uit de oertijd. Gedreven door hebzucht naar rijkdom en macht, zijn mensen al eeuwen op zoek naar dit portaal. Maar niemand heeft het nog kunnen vinden. Op een dag zal een jongen, de uitverkorene, de verborgen poort openen met behulp van de kracht van de drie poortstenen. Zo luidt de legende van Dino Rock. Oh man, waar zijn Ian en Caden? Hey, Caden belt mij. Hallo? Hey jongens, goed dat jullie opnemen. Ian! Waar zitten jullie, Ian? En heb je de derde steen? Laat dat maar aan ons over. Zien jullie de robots bij het lab? Wat zijn jullie van plan, Ian? Wij gaan heel wat chaos veroorzaken. Daarna ontmoeten we elkaar bij de poortsteen. En dan open ik het portaal voordat Ludmilla nog meer schade kan aanrichten. Weet je dit wel zeker? De dino's horen thuis in hun eigen wereld. En wij gaan ze daar naartoe brengen. Oké, Uncle Rob, Ayla en ik gaan naar de ingang. Met Big T zal het geen probleem zijn om binnen te komen. Jaden en Milo, jullie pakken de bewakers. Ian en Caden, jullie weten wat te doen. We moeten snel, samen en met volle kracht aanvallen. Daarna verzamelen we bij de poortstenen. Ik tel tot 3. Heeft iedereen het begrepen? Begrepen. Begrepen. Tijd om met hen af te rekenen. Alle eenheden, het is duidelijk. Tel tot 3 en val binnen. 1, 2... Huh? Wat is hier aan de hand? Caden, Ian. Dat scheelde niks. Ik wist ook niet dat het zo snel zou ontploffen. Volgende keer gebruiken we een langere lont. Naar de poortstenen, snel! Het portaal wacht op ons. Grijp hem! Grijp hem! Zijn jullie dwazen echt allebei zo blind? Die twee zijn zeker niet het beste van het team. Oké, we brengen al deze oude metalen blikjes eens naar de vuilnisbelt. Het zou heel fijn zijn als iedereen hier gewoon zijn werk zou doen. Het zijn maar een paar pubers. Dino's. Geef alles wat je hebt. Dat is een bevel. Naar de rots. Geef ons dekking en volg ons. Oké, ga maar vast. Pak aan. Ja. Wat heb je hier van, hè? Wil je nog meer? Ja. Nu durf je niet meer. Pak aan, jij. Wat? Heb ik geen munitie meer? Oh, niet nu. Oh.
wist dat ik op je kon rekenen, maatje. Je hebt een kogel voor me opgevangen. Schiet op! We moeten het portaal openen! Nee! Waar is de derde steen? Denk jij nou echt dat ik zo dom ben? Wij zullen dit heel lang volhouden. Mijn robots zullen altijd weer opstaan. We weten beide hoe dit gaat aflopen, Ian. Ik zal uiteindelijk winnen. Goed, open het portaal nou maar, uitverkorene. En je vrienden mogen blijven leven. Om je vraag te beantwoorden, ja, we denken dat je dom bent. Dat je ongelooflijk dom bent. Wat? Mag ik die eventjes van je lenen? Ja, natuurlijk. Dank je. Wat? Nee, wacht! Ian, schiet op! Eens even zien of dit werkt. Moet een soort, een soort van... Nou? Het is prachtig. Oeh, het werkt echt. Dit is helaas verboden toegang voor jullie. Het lijkt erop dat je toch verloren hebt. Veel plezier met het opruimen van je vuilnis. Door het portaal! Snel! Een jongen, de uitverkorene, zal de kracht van de drie poortstenen gebruiken om een verborgen poort naar een nieuwe wereld te openen. Deze jongen heet Ian. En dit is de legende van Dino Rock. Dit is nog niet het einde. Het verhaal is nog niet voorbij.